Je woning verduurzamen klinkt saai, maar wel heel belangrijk. Nederland staat voor een giga-uitdaging. Alle huizen moeten voor 2050 zo duurzaam mogelijk worden. Het blijft hoe dan ook een forse investering. En levert die investering dan wel wat op? De prijzen van gas en elektra gaan door het dak. Dus als je er zo naar kijkt, dan loont het eigenlijk altijd om je woning te verduurzamen. Sterker nog, ik ga hier in de werkplaats laten zien waarom het zelfs voor de grootste klimaatontkenner een goed idee is om zijn huis te verduurzamen. Puur om geld te verdienen. Alle huizen zijn natuurlijk anders. Daarom nemen we als voorbeeld een huis wat wel wat verduurzaming kan gebruiken. Een gemiddeld huis met een gemiddeld huishouden. Dus een niet geïsoleerde tussenwoning waar twee mensen wonen. Hoe meer mensen er in een huis wonen, hoe hoger de energielast, dus hoe meer je kan besparen. Als we die woning stap voor stap verduurzamen, dan kunnen we kijken wat dat per stap kost en oplevert. Dus laten we beginnen met het isoleren van de vloer. Dat kost ongeveer 1500 euro en dat levert per jaar ongeveer 250 euro op. Dan isoleren we de muur. Dat kost ongeveer 1000 euro en levert 300 euro per jaar op. Dan het dak. Dat kost iets meer, 4500 euro, maar het levert ook 700 euro per jaar op. En dan gaan we de ramen vervangen. Dat kost ongeveer 3000 euro en levert per jaar ongeveer 350 euro op. Dan plaatsen we zonnepanelen. Dat kost ongeveer 4500 euro en het levert ongeveer 600 euro per jaar op. En dan tenslotte de warmtepomp. Die is duurder, het kost 7000 euro en die levert 400 euro per jaar op. Onder de streep kost dat hele pakketje ongeveer 21.500 euro. En dat levert je per jaar ongeveer 2600 euro op aan lagere energielast. Nou, dat is per maand ongeveer 215 euro. Maar interessanter is dat de meeste mensen gemiddeld zo 10 tot 12 jaar in hetzelfde huis blijven wonen. En over die hele periode heb je het over een besparing van bijna 30.000 euro. Dus dat is wel heel erg mooi. Maar het wordt nog mooier, want je krijgt ook nog 5200 euro subsidie. En als je dit bij elkaar neemt, dan verdien je die investering dus in ongeveer 6 jaar terug. Dus dat is financieel heel aantrekkelijk. Maar het wordt zelfs nog mooier. Wat mensen vergeten vaak mee te nemen in hun overweging, is dat hun huis een waardesprong maakt als ze hun huis gaan verduurzamen. Bij elke stap die je neemt, stijgt de waarde van je huis. Stel, je zet je groene onderkomen te koop. Dan zou die gemiddelde woning uit het voorbeeld 33.000 meer waard zijn bij verkoop dan die nu waard is. En daar komen dan de gemiddelde stijging van de markt in zijn geheel nog bij. En dan heb je dus dit als totaalvoordeel. Nou denk je misschien, is dit geen speculeren? Hoe weet je nou zeker dat de waarde van je woning omhoog gaat? Nou, ik kan natuurlijk ook niet in de toekomst kijken. Maar als we even uitzoomen, dan zien we wereldwijd heel veel studies naar het effect van verduurzamingsmaatregelen op de waarde van woningen. En die studies laten vrijwel allemaal een positief effect zien. Het bewijs is echt overweldigend. 55 van de 62 studies laten zien dat er een positief verband is tussen verduurzaming en woningwaarde. Die studies zijn wereldwijd gedaan en die geven een consistent beeld, zowel voor, tijdens als na de crisis. En het allerbelangrijkste, alle studies voor Nederland geven een positief effect. Gemiddeld is een woning die duurzaam is 4,3% meer waard dan een gewone woning. En hoe duurzamer de woning, hoe groter het effect. Dus in het voorbeeld wat we net hadden, waarbij we alle mogelijke maatregelen namen, was het effect dus ook nog veel groter. Maar wat als je die investering niet kan betalen? 1 op de 5 huishoudens heeft gewoon te weinig geld om de woning te isoleren. Dan kan je geld lenen op 2 momenten. Het blijkt dat de meeste mensen hun huis gaan verduurzamen als ze het net hebben gekocht en er nog niet wonen. Dat is het gouden moment. En op dat moment mag je standaard 9000 euro extra hypotheek opnemen bovenop je normale hypotheek als je je woning gaat verduurzamen. En mijn advies is, doe dat. Maar ook, vraag ernaar. Want heel veel hypotheekadviseurs vergeten het je te zeggen. De tweede mogelijkheid is als je er al woont. In dat geval zou je een tweede hypotheek kunnen nemen op de overwaarde van je woning. Mensen denken vaak dat dat heel duur is, maar dat valt wel mee.
In het voorbeeld wat we net hadden, moet je in totaal ongeveer €16.800 lenen. Dus dat voer ik even in deze rekenmachine. En dan hebben we een rente van 2% per jaar. Dus daar vermenigvuldig ik het mee. En dan krijgen we een jaarlast van €336. Dat zijn je kosten per jaar. En per maand deel ik door 12. Dus dat komt uit op ongeveer €28 per maand. En vergelijk dat nog even met die €215 aan besparing per maand. Ja, dus dat is een no-brainer. En interessant, als je je woning straks verkoopt, dan komt dat leenbedrag ook makkelijk weer terug door de extra waarde van de verduurzaming van je huis. Ik zou zeggen, wacht niet. Ga nu aan de slag. Je bent een dief van je eigen portemonnee als je dit niet doet. Hallo, ik ben Erik Verhoef, vervoerseconoom. En in de volgende aflevering ga ik je vertellen hoe we de files in Nederland kunnen oplossen.